That's this food game. Now do you need an egg pastor, Gary? Leuk hoor. Ja, vader, leuk man. Het begint al een beetje te werken, geloof ik, hè? Moet jij je zo'n bril op hebben? Jij hebt dan even een leuke rol hier, hoor. Ja. Moet per se plaatjes willen we zijn, hè? Ja. Ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje zien. Maar, als ik misschien zo reageer, wil je misschien de volgende plaats proberen? Ben je dan voor mij? Oké. Hoor maar op. Het volgende raadsel. Nou, ja. Aardig klaar, Kees. Oh, één. Hoho! Dat is de moeilijkste zo'n beetje. Ja, ja, het zevende raadsel. Hoe kun je wit paars maken? Zonder verf te gebruiken. Ik vind het een rotraadsel, het kan gewoon niet. Je kunt van wit geen paars maken. Je kunt wel, van wit geen paars maken. Jawel. Je kan zo neidig worden. Je kunt van wit geen paars maken. Ik vind dit een rotraadsel. De licht erop, de licht. Oeh, wat is er nou toch aan de hand? Wat gebeurt er? Oeh, hoe kun je nou van wit paars maken? Want je had het niet geraden, hè? Nee, is er een elektricien in de zaal? Nee, dus had die deed het niet. Jij wist het niet, hè? Zo lang. Ik wist het wel, maar de techniek werkte niet mee. Ja, maar je hebt niks gezegd. Nou, zal ik het dan nu uitleggen? Ja. Ja? Nou, die moet kinderen... Je wel heel goed dan, hoor. Ja. Die kinderen, ja. Die hadden met hun witte pakjes, ja. Hieronder moeten staan, ik heb met mijn witte t-shirt, ja. Had moeten zeggen, zo paars, wit paard, dat ding daar. Snap er niks van. Vindt niet goed hoor. Nee, vindt ja. Niet goed. Vinden jullie ja, wat voor licht is dat? Ja. Wat voor licht is dat? Paars, disco, licht. Oh. Ja. Pas goed hè. Ja. Die kinderen kunnen er ook niks aan doen. Ja. Ja, kijk maar, paars. Hier, paars. Paars. Dan hadden ze er wel veel mooier uitgezien. Ja, zeker veel mooier. Dan was dit allemaal paars geworden. En jij ook mooier. Ja, ik ook mooier. Ja. Kunt u dan een koffie voor de vriendje? Kom maar hoor. Wil je alle suiker en melk? Ja? Oké. Okay. Jammer hè. Zullen we morgen nog een keer doen? In de klas hè. Kijk toch eens, krijg je de plaaggeest. Wordt al een beetje hyperventileerd. Dat kan niet goed gaan. Rustig, want ik word er zelf ziek van. Ga eens even zitten. Kom, rustig. Zal ik het plastic zakje met smaak leeg laten lopen? En dan inademen en zo. Oh, ik kan het wel zeggen. Het is benauwd, ja. Het is benauwd. Nou, gaat het weer een beetje? Ik heb anders wel een beetje water hoor. Denk je ook aan de koffie? Ja, dat ben ik wel idee. Maar hij was net op natuurlijk. Ja, hè? Kijk eens, een beetje water. Zo. Zo, het gaat niet goed geloof ik. Nee. Een beetje zijn antwoord. Ja, Eén, ja. Twee, nou,
zeker. Uw zak. Nou, volgende raadsel, doe maar. He? Het gaat wel weer een beetje, hè? Al acht, hè? Ja, het is al acht. Het wordt al iets van schilderij. Het wordt al iets. Ja, nou. Help eens. Ik denk dat het goed is. Nee? Oh, dat kan al wat gehad. Nou. Is het zo moeilijk? Je moet het niet op een kapje leggen, want je weet wat er gaat gebeuren. Kijk jij vaak naar de reclame? Reclame? Nee, hè? Nee, ik kijk nooit naar de reclame. Nee, ik kijk nooit televisie. Let op, kijk goed naar mij. Oei. Kijk heel goed. Oei. Het is de echte van Mattel. Nintendo. Nee, weet je niet, hè? Mattel. De echte van Mattel. Ik weet het. Ja. Dat zijn van die rozige kinderkopjes. Hoe heet ze ook weer? Barbie en Ken. Hé, godverdomme, het is goed. Het is goed. Ja, het is goed. Roze. Ken een wagenpop. Er staat een hele popje op. Ik hou van mooie dingen. Daarover wil ik zingen. Oh, Ken een wagenpop. Ik heb een leuke jongen. Kijk,
niks aan de hand. De raadsel zit er nog in. Durf je er nog eentje aan? Niet mee te gaan. Ja, ik kan het begrijpen. Ik niet mee te gaan. Ik voel me zo raar. Ja. Nee, maar het gaat wel weer. Ja, dat gaat wel. Zijn we er door? Ja, ja, jij mag wel niet. Jullie mogen niks zeggen. Een negende raadsel. Dat is bij je laatste. Roet op hun snoet. Op hun bol een hoge hoed. En het staat hen erg goed. Zwarte Piet. Haha, nee, nee, nee. Niet dan, 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 dan. Roet op hun snoet. Ja, ja. Piet. Ja, ja. Oh, die volgende. Nou weet je het echt niet, hè. Toch, hè? Wat is er nog weer? Roet, roet, roet. Het zal wel zwart zijn, maar het moet er anders zijn. Er zit nog meer op het dak. Schoorsteenvegers, denk ik. Schoorsteenvegers. Zou het goed kunnen zijn? Het wordt al zwart. Ja, het is zwart, denk ik. En schoorsteenvegers zat ook er heel dichtbij. Van onze dokter hier. En er gebeurt van alles. Maar jullie kunnen het niet zien. En ik moet dit nou volpraten. En nu gaat het zien. En als het dan lang duurt, dan weet ik ook niets meer. Maar ik denk dat Zwarte Piet ook nog wel even wijs komt. Nee. Ja. Ik denk dat het nou kan losbarsten, de schoorsteenvegers. Chim chimini, chim chimini, chim chim chiri. When you're with a sweep, you're in glad company. Nowhere is there a more happier crew. And then what sings chim chim chiri, chim chiru. Chim chimini, chim chim chiri. Every time.
participants waren. Zittend. Vlaag is je nog een beetje zwart, ja. Zeker. Niet vergeten. Ja. Zal ik ze vragen hoe ze een kopje voor liever? Ja, dat is goed, ja. Hoe wilt u hebben? 63 zwart, 22 met zuiver, 38 met allebei. Ja? Ja. Goed? Ik wil dat ik het wel weet, ja. Oké. En wat wil jij ook weer? Zonder zaken. Oh, die mensen. Zoek is waar ook. Oei, doei, 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 doei. Ah, oh. Even is niet opgelet geworden. Wacht eens even. Heel even blijven staan. Daar, vooral daar blijven staan. Ja, staan. Blijf nou staan. Wil je zitten? Wil je zitten? Ja. Hoi, hoi. Zullen we sommige raadsel doen? Ik zie nog maar drie rijden. Bobby. Nee? Maar, nee, ik mag het niet zo pakken, want dan wordt alles weer grijs. Nee, nee, ik geef een zak. Ik geef een zak, ik durf het niet hoor. Maar wel, kom hier. Ik moet met mijn man. Ik vind het zo akker. Ik weet het wel, maar niet. Ik vind het zo akker. Hoi. Team. Hoe staat het? Nou, ja, ik vind het eigenlijk beter blijven zitten. Tiende raadsel. Tiende raadsel. Waar? Waar? Waar is het oranje? Waar is het oranje? Waar is het oranje? Haha, oranje boven. Oranje boven. Leven de koningin. Ja, daar ligt het. Oranje. Oranje. Ik zal het hier neerzetten.
voetballen wil kijken, hè, dan moet je wapperen. Altijd als je voetballen wil kijken. Hoi! Oeh, kijk uit. Maar misschien met zal ik... Ja, jij houdt het hoofd omhoog. Ja? En dan de. En meer kleuren, hè? Dat doen zij? Ja, zij doen de. Meer het hoofd omhoog. Goud, ja, goud en zilver. En een beetje, erop. Zo. Ja? Oh ja. Zo. Oh. Ja? Nou. De, die en dan pak ik lolly erbij. Microfoon is ja? Dit, Karel? Oh ja. Geen flauwekul verkopen tegen nee. Kleine kinderen, hè? Zo.
daar een hele mooie spiegel. Maar misschien wil de plaaggeest zichzelf wel even zien. Ja? Zal ik hem... Hou jij hem maar voor. Hou jij hem maar voor, spiegel. Ja? Doe het eens. Doe het eens. Ben ik dat? Ja? Ja, dat ben jij. Dat is beter als grijs, hè? Plaaggeest? Ja. Jij was toch die grijze... En dan... Nee. Oh, ik voel me zo fijn. Ja. Hey, hebben jullie dat gedaan? Die twee? Hebben jullie? Ja. Oh, dat ben ik. Oh, ik voel me zo goed. Ze is weer een goed mens. Die kwamen nog net in tekort. Thank you.
Wilt u nog even in de zaal blijven? Gaat u even zitten. Er komt geen lang verhaal, gezien de temperaturen. Ga maar even allemaal zitten, jongens. Ik wil toch even alle mensen binnenroepen die het achtergrondwerk hebben gedaan. Die willen niet binnen, maar nou kunnen ze er bijna niet meer onderuit. Als ze hier eventjes ook voor komen staan. Kom mensen. Zal ik even naar de... dachten we ook, toen we begonnen met de opstart van het project, met plannetjes in onze hoofden, toen er het idee kwam van het kleurenproject van met 500 leerlingen, hoe krijgen we het voor elkaar? Hier zit een enorme groep die op geen andere, op geen betere wijze het kleurenproject 1994 had kunnen afsluiten. Jongens en meisjes, Joop van den Ende en John de Mol zouden ons jaloers zijn. Zoals we hem sinds jaren niet gehad hebben. 1989 hadden we het landenproject, nu hadden we het kleurenproject. We hebben alles meegehad, maar we hebben vooral u meegehad. Want zonder 175 tot 200 ouders hadden we dit nooit rondgekregen. En daarom ons applaus voor u. Hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid, dat u de hitte getrotseerd hebt. Ik hoop dat het de moeite waard is geweest. Voor ons in ieder geval wel. Bedankt voor jullie hulp. Nog één keer het liefst.